Hier zien we een mooie luchtfoto van onze oude locatie in Kootwijkerbroek, waar we meer dan 50 jaar hebben gezeten. Hier zijn we begonnen met het produceren van prefab betonnen keerwanden. En hier staan we nu in ons nieuwe pand, waar we sinds juni operationeel zijn. Wij hebben gekozen om BRIAM te willen gaan bouwen. BRIAM Outstanding, dat is een keurmerk voor een duurzaamheidslabel. Maar daarnaast komt ook veiligheid en hoe je met de mensen omgaat en milieu, allerlei aspecten worden daarin meegenomen. Er liggen meer dan 18.000 zonnepanelen hier op het dak, wat een opbrengst genereert van 5,3 megawatt. Waarvan we zelf maar zo'n beetje 25% gebruiken. Daarnaast heeft het dak ook nog een andere functie. Als de zon niet schijnt, maar als het dus regent, dan vangen we al het hemelwater wat hier op het dak valt. Dat gebruiken we in ons productieproces. Naast de zonnepanelen en het gebruik van het hemelwater hebben we bijvoorbeeld ook gerecycled beton toegepast in alle betonconstructies die we hier hebben gebouwd. We hebben het staal volledig 3D en BIM gemodelleerd, zodat we daarin veel kosten konden besparen. En we hebben dak- en gevelbeplating met een hele hoge RC-waarde uitgevoerd, zodat we ruim aan de isolatiewaarde voldoen. Voor ons begint de uitdaging nu pas. Dit pand hebben we zo duurzaam en efficiënt mogelijk gebouwd. Nu gaan we op zoek hoe we ook ons productieproces ook nog optimaler en beter kunnen inrichten. En wij verwachten dat we binnen 5 à 10 jaar een nieuw betonmengsel op de markt kunnen brengen, waarmee we onze CO2-uitstoot met misschien wel 50% kunnen reduceren. Het is in de basis denk ik niet moeilijk om te kiezen voor een duurzaam pand. Als je de intentie hebt als bedrijf zijnde en als mens zijnde om vooruitstrevend te denken en te willen zijn en ook op een verantwoorde manier om te gaan met deze wereld, en je zoekt daar de juiste personen en partijen bij om dat te realiseren, dan is dat meer dan mogelijk.